In ons druk bevolkte land is ruimte een schaars goed. Wonen, werken en natuur vragen allemaal hun ruimte. Bomen maken onze steden leefbaar en verdienen het om tijdens werkzaamheden adequaat beschermd te worden. Net als in deze situatie, faalt de bescherming van bomen echter vaak. De gevolgen voor de bomen zijn niet zelden desastreus. De oorzaak is veelal het ontbreken van een analyse van de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden op de aanwezige bomen. Een zogenoemde bomeneffectanalyse. De bomeneffectanalyse is een instrument dat ingezet wordt om bomen beter in beeld te brengen bij bouw of aanleg. Met behulp hiervan wordt voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, beoordeeld of een duurzame instandhouding van bomen mogelijk is in combinatie met uitvoering van de voorgenomen plannen. De bomeneffectanalyse geeft richtlijnen voor de beoordeling waardoor de effecten helder worden en zo nodig voorwaarden gesteld kunnen worden aan de uitvoering van het werk. De kans dat deze bomen blijvende ondergrondse schade ondervinden door de werkzaamheden is zeer reëel. Verstoring van de bodemstructuur en schade aan boomwortels zijn belangrijke oorzaken van verval en uitval van bomen. Afhankelijk van de ernst van de schade kan graafschade zelfs een verhoogd risico op ontwortelen van bomen tot gevolg hebben. Een boombeschermingsplan kan in de meeste situaties dergelijke schade voorkomen. Boomadviesbureau de Groot heeft boomspecialisten in dienst die in staat zijn om adequaat beslissingen te nemen omtrent het feit of handelingen boomtechnisch verantwoord gebeuren. Dergelijke specialisten worden bomenwacht genoemd en ingezet op projecten waarbij in de directe nabijheid van bomen gewerkt wordt. De Bomenwacht houdt constant het grote geheel in ogenschouw, maar kan ook direct ingezet worden voor praktische uitvoering en ondersteuning. De Bomenwacht evalueert permanent de voortgang van werkzaamheden in en rond bomen en zorgt er indien noodzakelijk voor dat bijkomende maatregelen genomen worden. De uitvoering van een bomeneffectanalyse, het opstellen van een boombeschermingsplan en de aanwezigheid van een Bomenwacht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Dragen er op deze manier aan bij dat situaties als deze niet kunnen ontstaan. Het geeft bomen de kans om hun belangrijke functies, ook na uitvoering van werkzaamheden, op een veilige wijze in goede conditie en kwaliteit te blijven vervullen.